Van harte gefeliciteerd. Een goal tegen Excelsior. Die had je misschien heel graag een paar maanden geleden ook gemaakt. Ja, maar die had ik ook gemaakt, toch? Of niet? Ja, maar je had er nog een moeten maken. Ja, liefst wel. Maar ja, dat is al gesloten boeken. Je kan niet in het verleden blijven kijken. Het is jammer. Nou, kijk dan in het tweede. Wat doet dat met je als je in je eerste wedstrijd voor je nieuwe club gelijk de score opent in de Eredivisie? Ja, ik denk... Ja, in het leven is de eerste indruk altijd belangrijk en ik denk dat ik een visitekaartje heb afgegeven. Was dat belangrijk voor je? Belangrijker misschien zelfs wel dan winnen? Ja, zeker weten. Want een spits, ja, die leeft toch een goals? Ja, precies. Maar je moet weten dat het belang van het team ook op één staat. En, als je dan nog kan scoren, dan help je het team ook. Dus. Een hoekschop bij de eerste paal, dat is een beetje een typische Ryder Poupon goal, hè? Ja, klopt. Ik hou wel van de eerste paal. Wat wil je bij Ajax? Ja, klopt. Wat is dit voor een club? Want je bent weggegaan bij een club die is gedegradeerd, een club die moest bezuinigen. Wat heb je hier aangetroffen? Ja, ik denk dat dit een heel warme club is en dat ze me hier heel goed hebben opgevangen. Vergelijkbaar met Sparta? Ja, Sparta hadden ze me ook heel goed opgevangen en ook was ook heel warm. En ook traditioneel, het is ook best wel traditioneel. En, ja, leuke supporters. Dus ik denk dat het een goede keuze is geweest. Ja, als je hier succesvol bent, dan gaat het ook leven. Hè? Dat zag je wel in de slotfase. Hè? De wave door het stadion, de supporters die blijven zingen. Krijg je dat mee op het veld? Ja, eigenlijk ben je er niet mee bezig, maar je ziet soms in flitsen dat wel mee gaat. Ja, wat denk jij dan? Daar doe je het voor als voetballer? Ja, ook. Het is wel een grillige carrière die je hebt, opgeleid bij Ajax, dan ga je naar Willem II, dan bij Sparta, dan ben je in de Graafschap. Ja, maar goed, dan loop je naar Willem II. Ja, maar als niemand uit het linkerrijtje komt, zit er niks anders op. Hoe is het, woon je hier al? Hoe is je privé situatie? Ja, ik krijg hier een huis, maar die heb ik nog niet. Ik slaap momenteel in een hotel. Ja, ga ik wanneer vrij zijn, ga ik naar Amsterdam. Rijden op in de Achterhoek is toch een beetje raar. In de basis, dat was volgens mij ook ja, want, de bedoeling. Ik zeg ik kom uit Amsterdam, maar ik heb ook bij Willem II gespeeld, dus dat is hetzelfde situatie. Je staat met een fles champagne onder je arm, wat gaat daarmee gebeuren? Ja, ik weet niet, ik hou niet echt van champagne en als ik het drink is het Martini. Je hebt nog ijs ook? Ja, spitsen hebben ijs, hè. Alleen ja, dus niet voor je ploeg gedaan, die fles. Het is niet slim om natuurlijk kapot te gaan lopen. Ja, met Jordi achterin.